Bij de paarden achter u is net wat hooi gegooid. Ja. Door Staatsbosbeheer? Nee, niet door Staatsbosbeheer. Door echt dierenliefhebbers, door paardenliefhebbers. Die zo'n medelijden hebben met die beesten. Die beesten hebben gewoon honger. Die beesten hebben dorst. Die hebben zorg nodig. Wat vindt u van de reactie van de provincie om nu toch bij te voeren? Ja, top. Top. Stap 1 is nu bereikt in principe. Maar we zijn er nog niet en we geven niet op. Wij geven niet op. Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, en dit is een zoethoudertje. Maar één ding, die demonstratie gaat door zondag. Om 12 uur een demonstratie hier bij de Oostvaardeplassen. En iedereen is welkom die van dieren houdt en die meeleeft met die beesten die honger hebben. Honger noem ik het echt. En tranen staan in mijn ogen, weet je dat? Als je zo met beesten omgaat, dan ben je niet goed bij je hoofd. En ja, ik ben blij, maar er moet een plan van aanpak komen. Een plan van aanpak hoe je verder gaat. Dat je voor die beesten zorgt als je er een hek omheen zet. En wilde dieren zijn het niet. En ik moet je eerlijk zeggen, ik las net ergens op internet. Las ik van soft staatsbosbeheer, zwicht voor zeikwijven. Liever een zeikwijf dan een harteloze hufter. Echt waar. En ik hou helemaal niet van vloeken. Nou ja, soms. Maar dit is dieronterend. Nu heeft dus Staatsbosbeheer op verschillende plekken in de Oostvaardersplassen al wat hooi neergelegd. Dit is ook net vers hooi. Jullie blijven doorgaan met het verspreiden van hooi in dit park. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelf niet heb neergelegd. Omdat ik weet dat er bekeuringen op staan. En ja, ik wil gewoon het op een normale manier proberen op te lossen en uit te praten. Voorkomen dat honderden of duizenden mensen binnenkort bij het provinciehuis gaan staan. Dat wil ik voorkomen en als volwassen mensen hierover kunnen praten. En ik hoop dat dat lukt.